Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 17 mei van Weerplaza. Op de satellietfoto zien we overwegend veel bewolking boven Nederland. De zon heeft het vanochtend moeilijk en in het westen kan er af en toe een enkele bui vallen. Maar met 18 tot 19 graden is het al vrij warm. En vanmiddag wordt het op veel plaatsen zomers warm, 26 tot 29 graden, lokaal zelfs tropisch 30. De zon schijnt dan wel geregeld en er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. En vanavond is het nog lang warm, maar de bewolking wordt van het westen uit dikker. En aan het einde van de avond en in de nacht trekken van het westen uit een paar buien over ons land. En morgen ziet het er anders uit. Er vallen geregeld buien, mogelijk met onweer. En de temperatuur ligt lager dan vandaag, 17 tot 21 graden wordt het dan. Vrijdag, zaterdag en zondag is het wisselvallig met elke dag een paar buien en de temperatuur ligt rond de normale waarde van 17 graden. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.